Waar bent u mee bezig op dit moment? Ik ben op dit moment bezig met een oude atlas zoals u kunt zien. Deze is uit 1858 van J. Kuiper. Was een bekende cartograaf in die periode. En die heeft een aantal hele goede atlassen gemaakt. Dit is Atlas der Wereld. En ik heb hem van iemand gekregen om te restaureren. Want zoals u ziet, hij ziet er nogal beschadigd uit en de rug is weg. De rug is helaas niet meer bestaand. Ik weet dus ook niet of er een titel op de rug heeft gestaan. Waarschijnlijk wel, maar hoe die erop stond, weet ik ook niet. En ik heb er al een en ander aan gedaan. Kijk, dit zat allemaal los. Dit zijn de kleine linnen bandjes waarop de boekrug is genaaid en later vastgezet is aan de voorkant. Dit zijn de platten, de voorkaft en de achterkaft. Die noemen ze de platten. Verder zijn er een aantal beschadigingen in het boek. Scheuren. Behoorlijke scheuren zoals u ziet hier. En die lopen dan vaak een aantal pagina's door. Hoe maakt u dat dan? Ja, dat ga ik voorzichtig plakken met een soort Japans herstelpapier. Dat heb ik hier ook liggen. Dat kunt u straks zien. Dat ga ik er opplakken. En ik ga die gaten die er zijn, die probeer ik. En de kreukels, al het gekreukte, de oren en zo, die ga ik met een strijkijzertje eerst instrijken. En waar ze kapot zijn, doe ik ze aan de achterkant, ga ik ze aan de achterkant repareren, dat het weer een hele pagina wordt. Is Japans reparatiepapier. Dat is vrijwel in dezelfde kleur als het originele blad. Dat heb ik aan deze kant een strook aangeplakt. Want hier ziet u al die scheurtjes. Die zijn op deze manier en de rafeltjes zijn op deze manier weggewerkt. Datzelfde heb ik hier gedaan. Maar aan dit blad hier heb ik zo'n strook gemaakt van soortgelijk papier, ietsje dikker dan het Japanse papier. Overeenkomstig in de kleur, ik heb het eerst bijgewerkt met thee, het papier, om het een beetje in dezelfde kleur te krijgen. En dat heb ik, dat noemen ze aanstukken, zoiets. Dat je in de vorm van de scheur, zoals u kunt zien, dat je daar in dezelfde vorm, in de grillige vorm van de scheur, een stukje precies op aan kunt passen, wat erin als een puzzeltje in elkaar past. Dit zijn de eerste katernen. Waar een aantal pagina's van los zitten, die moet ik in elkaar zetten. Dit zat ook los, dat heb ik al gerepareerd. Dat ga ik hier aanzetten later. En dat naai ik weer aan het boekblok vast. Ik zit in de pers inmiddels, in deze pers. Nou ga ik er stijfsel op doen, op deze rug, op deze rand. En dat laat ik even intrekken, even weken. En dan kan ik na verloop van tijd, als het goed ingetrokken is, kan ik die oude rug die helemaal versleten is, kan ik er zo met een speciaal mesje afhalen. Afkrabben als het ware. Kijk, ik zet het in. Heeft hij een opleiding gehad, neem ik aan. Hoe lang is de opleiding? Nou, de opleiding die ik in Engeland heb gevolgd is 3 jaar. Plus een aantal cursussen daarna heb ik nog gedaan. Maar voor die tijd had ik in Nederland, toen we nog in Nederland woonden, aan het Grafisch Lyceum in Amsterdam, een paar basiscursussen gevolgd. En daarvoor aan de Volksuniversiteit in Amstelveen. Daar woonden we toen in de buurt. En ja, toen ik in Engeland kwam te wonen, kon ik daar een hele goede hogere beroepsopleiding doen. En die heb ik toen 3 jaar lang gedaan en een paar aanvullende cursussen nog. Hoe lang doet u dit nu, dit werk?
Bij elkaar doe ik het nu wel. Nou, ik denk toch zeker wel 12 jaar. Ja, zeker wel. Ja. En wie zijn uw opdrachtgevers? Nou, dat zijn particulieren gewoon. Mensen of van kennissen, vrienden en kennissen. En ik krijg van een antiquariaat uit hier in Baren regelmatig opdrachten. En van de bibliotheek heb ik ook al een paar keer een leuke opdracht gekregen. Nou, inmiddels zijn we een paar dagen verder. En heb ik de gelegenheid gehad om het een en ander te repareren aan het boek. Bovendien heb ik ook vrijwel alle landkaarten waren ook los. Die heb ik ook weer opnieuw aan elkaar gezet. En in elkaar gezet, hier en daar weer genaaid aan het boekblok. Datzelfde geldt voor de eerste katern. Die was helemaal los en uit elkaar en enorm beschadigd. Helaas, maar goed, daar heb ik ook zo goed mogelijk heb ik het proberen te herstellen, dat het weer een geheel is. Ik heb leren kapitaalbandjes aangebracht van onder bij de kop en de staart. Dit is de kop, dat is de staart. En verder heb ik deze rug aangebracht, speciale rug. Die ga ik strakjes verlijmen aan de buitenkant, aan de band van het boek, zodat die extra stevig blijft zitten in de band. En vervolgens ga ik de schutbladen vastzetten, het linnen en deze bandjes, die ik ook versterkt heb overigens, deze kleine bandjes. En dan ga ik het geheel in elkaar zetten. En dan gaat het in de pers en dan moet het ja, toch wel 20, 24 uur drogen en dan is het klaar. Voorbeen is een onmisbaar iets. Moet je bij alle handelingen vrijwel met boekbenen heb je een vouwbeen nodig. Dat is inderdaad van been. Een benen apparaatje. Absoluut onmisbaar is. Is het boek helemaal klaar. Ik ga het nu gelijk in de pers doen om het af te persen en laten drogen. Zoals u ziet, een hele nieuwe rug met van titel voorzien.